Over 2 weken komt Tineke Schouten met haar nieuwe show Gewoon Doen naar Breda. En naast mij staat een collega van RTV Midden-Brabant, John Vermeer. En jij hebt wel een link met Tineke Schouten, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, Edwin. Ik heb de eer en het genoegen om ambassadeur van Tineke Schouten te noemen. En dan zul je afvragen, hè, wat houdt er concreet in? Eigenlijk heel simpel, ik vertegenwoordig Tineke in mijn eigen regio. Dus dit jaar is dat in Breda en als het goed is volgend jaar in district Tilburg. Bram Moskowitz, die heb ik hier ook gehad. Hij wou graag een naam van zijn vriendin wou die op zijn lid getatoeëerd hebben. Dus nou, dat kan je hem leggen, maar dat komt dagelijks voor, hoor. Ik heb die dingen dagelijks in de hand, hoor. Helemaal niks, ja. Ja, ik heb zat van die dingen, heb ik gezien. Maar goed, hij wou toen zijn vriendin, maar misschien weet je dat nog, toen ging hij met Eva. Eva Jekalinek. Dus ja. En dat wou hij op zijn lid getatoeëerd hebben. Ja, niet de hele naam natuurlijk. Nee, houd toch op, schijt toch uit. Dat ze mop uit de moppen trommelen, alsof dat er allemaal op had gekend. Nee. Kijk, misschien had Eva Jekkie had er nog net op gekend. Maar hij is besneden, dus dat nekkie kon er nooit meer op. Hij kon er nooit meer op. En hoe is het zover gekomen dat jij ambassadeur bent geworden? Nou, dat is eigenlijk puur toeval. We waren vorig jaar waren we bij de show van Tineke Schouten. En daar werd een interactie op toneel gebracht. Waarin ze contact zocht met iemand die de triangel zou willen kunnen en wilde bespelen. Nou, ik gaf me vrijwillig aan natuurlijk. Nou, met groot genoegen werd ik uitgenodigd op het podium om daar acte de présence te geven. En op het juiste moment moest ik dus de triangel slaan. En toen maakten ze opmerking van, goh, John, misschien leuk als je wilt winnen, dat je iets meer beweegt. Maar ik wist niet eens wat het precies inhield en waarom ik op het podium moest gaan bewegen. Dan bleek dat er een competitie aan vast zat. Nou, er werd een filmpje gemaakt, die werd dus op haar Facebook-site geplaatst. En degene met de meeste likes, die werd dus triangelaar van de maand. Ik ben dus van de maand februari triangelaar van de maand geworden, van Breda. En toen bleek, kreeg ik nog een bericht van het management van, goh, we gaan alle winnaars van de maand uitnodigen. Bij de allerlaatste voorstelling was in Utrecht. En dan wordt daar de winnaar van het seizoen uitgekozen, beste triangelaar van het seizoen. Nou, ben ik derde geworden. Dit bord heb ik mogen ontvangen. En op de achterkant heeft ze een hele leuke zin geplaatst met handtekening. Hartstikke lief natuurlijk. En plus, dit is hij. De triangel natuurlijk waar het allemaal om begon. Hij doet het nog. Hij doet het. En de DVD-box, want die kreeg ik als triangelaar van de maand. Kreeg iedereen die triangelaar van de maand werd een DVD-box. Met de hoogtepunten van het beste van Tineke Schouten. Gesigneerd en al natuurlijk, hè? Ja. Kunt u me nog of tot u mij nog kunt? Of tot u nog wist wie of tot ik was die ik eerst ook al eens een keer geweest was, maar die ik nou nog steeds dezelfde ben? Ik heb weer een nieuwe baan, jongen. Bij het evenementjebureau, evenement, zo heet het. Want ik ging te solliciteren en die man die zei het. Hij zei, ja mevrouw, zei, maar op het moment hebben wij weinig werk. Ik zei, nou, dat geeft niks, want ik ben gewend om weinig te werken. Dus, ja. Maar hij zegt, heb u ervaring dan met evenementje? Nou, ik zeg nou toevallig wel, want je kan het misschien wel over opscheppen erbij, maar ik heb het grootste verjaardagsfeest van Nederland heb ik georganiseerd.
Ja, op Facebook 2 jaar geleden in Haren. Misschien weet je het nog. En jij hebt Tineke dus al een aantal keer mogen ontmoeten. Hoe heb je dat ervaren? Ja, klopt. Ik heb ze een aantal keer mogen ontmoeten. En dat was een fantastische ervaring, kan ik je vertellen. Ze is buiten het feit een professionele vakvrouw. Ook heel erg betrokken. En ze is altijd geïnteresseerd, oprecht geïnteresseerd in de mensen, in de fans, in haar omgeving. Maar ook haar collega's. Het is gewoon een fantastische vrouw. En al zit er een tijdsbestek tussen van een half jaar, dan weet ze nog van jou van hoe is het daarmee afgelopen of hoe gaat het nou met je? En fantastisch, echt. En zoals we aan het begin al zeiden, de volgende voorstelling is dus in Breda. Klopt, Edwin. Op woensdag 4 en donderdag 5 februari is het te zien in het Chaché Theater in Breda. Wij zijn er zelf ook bij op de woensdag. Hartstikke gezellig. En er zijn er kaarten verkrijgbaar. Dus mensen, ik zeg gewoon doen naar onderstaande site. Daar kun je informatie vinden en de kaarten bestellen. Oké, nou dan houden we het daarbij. Gewoon doen. Zeg ik, gewoon doen.